Ja, Deo Faisio, hoe zit het met je gebit? Zit alle tanden er nog in? Ja, die zijn er zeker. Ik kan nog steeds lachen. Nee, maar het valt eigenlijk niks om te lachen, want we hebben hier gewoon punten verspild. We hadden gewoon kunnen winnen, of tenminste een gelijk spelletje uit kunnen halen, maar hebben we uiteindelijk niet gedaan. Moeten we winnen misschien wel? Ja, als we in de eerste helft hadden afgemaakt, zeker. Dat we zeker kunnen winnen. Nee, want we lazen een mooi stuk van jou in de krant met Klaas-Jan Huntelaar, wat jullie hadden gezegd over de tanden. Maar dat viel best mee, hè, vandaag. Want als je kijkt naar je tegenstander, ja, de jongens van Ajax zeggen ook tegen je, goed gespeeld. Maar dan zijn de drijven toch zuur, hè? Ja, zeker, want ik heb wel goed gespeeld, maar ik zie niet winnen. Het is toch een teamsport, hè? Dus ik heb liever dat we winnen. Dat we gewoon met een goed gevoel naar huis kunnen gaan, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Had je verwacht dat jullie dit Ajax in de eerste helft zo kunnen overbluffen? Ja, toch wel. We spelen thuis. En als we gewoon goed druk zetten, dan kunnen zij niet voetballen. En wij kregen de kans om wel te voetballen en we hadden ook de kans gekregen om een doelpunt te maken. Uiteindelijk is het toch niet gebeurd, dus ik had het van tevoren wel kunnen verwachten. Ja, maar 3-0 met de rust. Had niemand iets kunnen zeggen, hè? Nee, zeker niet. En dan hadden we gewoon in de tweede helft gewoon lekker af kunnen maken. Of gewoon eigenlijk rustig wel goed verdedigen, maar uiteindelijk is het niet gebeurd. We kijken terug naar je eigen spel, want ja, Justin Kluivert, hij zat in je broekzakje en één momentje was hij weg, hè? Ja, klopt. Nee, zoals u zegt, ik had hem wel. Er waren toch wel mooie duels tussen ons. Ja. En alleen bij de goal moest ik wel naar binnen, want Siem de Jong, anders stond Siem de Jong vrij. Dus ging ik naar Siem en toen was Justin achter mij vrij. Dus, maar ja, als ik niet naar binnen was gekomen en Siem had gescoord, zou ik zeggen, ja, zeef ik naar binnen. Dus het is gewoon ongelooflijk dat wij een man minder hebben in onze eigen 16 meter. Ja, ik wou net zeggen, jullie hadden gewoon een man minder. Dat mag niet gebeuren toch? Nee, dat kan zeker niet. Dus ja, het is heel gek. Is dat gewoon slecht verdedigd van jullie of is dat de klasse van Ajax? Nee, het is wel slecht verdedigd van ons. In onze eigen 16 meter moeten we sowieso meer mannen hebben. En de 2-1, precies net zo, hè? Ook weer een mannetje tekort eigenlijk. Ja, dat ging veel te snel voor mij, dus eigenlijk heb ik het niet heel goed meegekregen. Maar dat we gewoon een goal tegenkrijgen met 10 man. Nee, ik wou net zeggen, twee jongens die van Ajax die scoren, die in de broekzak zaten van de tegenstander. Maar Mike de Wierik, Huntelaar, compleet in zijn zak en één moment. Ja. En het gaat weer mis. Ja, dat is dan toch misschien de kwaliteit van Ajax-spelers. Die hebben één kans nodig om een doelpunt te maken. En die maken ze gelijk. Nou, dit spel wat jullie vandaag hebben laten zien, moet toch heel veel vertrouwen geven voor volgende week Heerenveen uit. En niet alleen vandaag, maar ook vorige week tegen AZ. Ja, klopt. Nee, dat was misschien was ons beste wedstrijd zelfs. Want we voetbalden ook gewoon goed. In de eerste helft kregen gewoon kansen. En, dus ja, dit gevoel moeten we vast blijven houden naar de volgende week. Wat zei de trainer na de wedstrijd tegen jullie? Nou, dat het gewoon kloot is dat we thuis niet hebben gewonnen hier. Want de mogelijkheden waren er wel. Maar ja, we hebben goed gespeeld, maar ja, daar heb je ook niks aan. Ja. Maar dit moeten we wel vast blijven houden. Dankjewel.